Dit is het Kids Weekjournaal van dinsdag 15 september. Met een vrouw van 115 jaar, een eerbetoon aan Michael Jackson en de mop van de dag. Maar we beginnen met Prinsjesdag. Vandaag is het Prinsjesdag. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Het Kids Weekjournaal legt het je uit. Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. In een bijzondere gouden koets rijdt de koningin naar het Binnenhof in Den Haag. Daar in de ridderzaal zitten alle ministers, staatssecretarissen en andere belangrijke mensen. In de zaal leest de koningin de troonrede voor. Door dit te doen opent ze het nieuwe politieke jaar. In de zomer hebben de Eerste en de Tweede Kamer namelijk vakantie. De koningin vertelt in de troonrede de plannen van de regering van het komende jaar. Later deze week vertellen we je over de plannen die ze bekend heeft gemaakt. Stel je voor, je hebt een oma van bijna 115 jaar. In de Verenigde Staten woonde een mevrouw van die leeftijd. Gisteren is zij helaas overleden. Gertrude Bijns stierf op 115-jarige leeftijd in een bejaardentehuis in Los Angeles. Hier zie je Gertrude. Ze was pas sinds korte tijd de oudste mens ter wereld. In januari nam ze namelijk het stokje over van de Portugese Maria de Jesus. Gertrude is geboren in 1894, in de 19e eeuw dus. Gertrude bereikte in april de magische grens van 115 jaar. Hoe ze zo oud is geworden? Door nooit te roken of te drinken, zei ze zelf. Een vrouw uit Japan van 114 is door het overlijden van Gertrude nu de oudste persoon op aarde. En dan nu kort nieuws. Broodjes gezond blijken helemaal niet zo gezond te zijn als je zou denken. De Consumentenbond heeft broodjes gezond van 14 winkels en tankstations getest. Wat blijkt? In alle onderzochte broodjes zitten te veel calorieën. Gemiddeld wel 400. Dat is evenveel als een vette appelflap. Mannen zouden twee keer zo vaak liegen als vrouwen. Gemiddeld hangt een man 6 leugentjes per dag op tegen zijn vrouw, zijn baas of collega's. Dat hebben Britse onderzoekers ontdekt. Vertel jij ook wel eens een leugentje om eigen bestwil? Niet Madonna, Justin Timberlake of de Jonas Brothers, maar de 92-jarige Vera Lynn staat op nummer 1 in de Britse CD Top 40. Vera is de oudste artiest ooit die een nummer 1 plek in de CD Top 40 wist te veroveren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze ook een bekende zangeres. Haar plekje op nummer 1 valt samen met de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de jaarlijke uitreiking van de MTV Video Music Awards brachten zondag Madonna en Janet Jackson een eerbetoon aan de overleden Michael Jackson. Madonna sprak mooie woorden, de thrillerdans werd opgevoerd en zus Janet danste een beroemde dans van Michael en haar na op het podium. He was a king. And alas, we are all human beings. And sometimes we have to lose things before we can truly appreciate them. En dan nu de vraag van de dag. Het antwoord op de vraag van maandag over papegaaien is kakatoes, lories en agapornissen. Maar ook parkieten kunnen gezien worden als papegaai. De vraag van vandaag gaat over Prinsjesdag. Weet jij welk kledingstuk altijd erg opvalt tijdens Prinsjesdag? Morgen hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Vandaag is het eerst nog erg druilerig, maar in de loop van de dag wordt het iets beter. Het is rond de 20 graden. Morgen blijft het gelukkig droog en van tijd tot tijd laat de zon zich zien. Gelukkig maar. Dit was het voor vandaag. Kijk op de site voor meer nieuws. We sluiten af met de mop van de dag. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Wij zijn Jerina en Maaike. En we zijn allebei 10 jaar. En we hebben een leuke mop. Twee tomaten lopen over de straat. Zegt de een tegen de ander. Wat is je grootste angst? Dat ik later ketchup word. Oh.